Zoals in dit gesprek hopelijk duidelijk is geworden, staat er bij de Europese verkiezingen voor de natuur echt heel erg veel op het spel, want die Europese bescherming die is echt uh, doorslaggevend. Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur aflevering 60, de podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen. Er komen verkiezingen aan voor het Europese parlement. En dat roept bij mij de vraag op: hoe belangrijk is Europa eigenlijk voor onze natuur? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering gaan we het daarom hebben over toekomst voor natuur in Europa. En dat doe ik met niemand minder dan Ari Trouwborst, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de Tilburg Universiteit. Ari, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dankjewel. Om te beginnen wil ik jou even introduceren bij de luisteraars. Je bent hoogleraar natuurbeschermingsrecht en ik ben wel nieuwsgierig. Wat fascineert jou nou aan dat natuurbeschermingsrecht? Ja, het, het natuurbeschermingsrecht is natuurlijk één van vele instrumenten in de gereedschapskist om uh, natuur te beschermen. Je hebt uh, ja, van alles nodig: uh, kennis, uh, economische benaderingen, vrijwillige benaderingen. Maar ik denk. In de tijd waarin we leven, uh, dat we voorlopig niet zonder het natuurbeschermingsrecht kunnen. Want je hebt het over bindende, harde geboden en verboden uh, die uh, afdwingbaar zijn. En het mooist zou natuurlijk zijn als we in een wereld zouden leven waar uh, iedereen vanzelf geeft om anderen en de natuur en de toekomst en daaruit uh, handelt. Maar zolang dat niet zo is, uh, denk ik dat we die uh, ja, die stevige regels uh, nog wel even nodig blijven hebben. Ja, nou, deed je, nou sprak je in januari, afgelopen januari 2024, je inaugurele reden uit als hoogleraar. En uh, je draagt die inaugurele reden aan je familieleden op, maar ook aan een hele hoop plant- en diersoorten. Hmm. En uh, waar, ik ben wel nieuwsgierig, waarom deed je dat eigenlijk? Ja, uh, nou ja, ten eerste omdat... Natuurbescherming bepaalt niet alleen om mensen gaat. Hè. Ook in de natuurwetgeving zelf uh, wordt al een tijd erkend dat we wilde planten, dieren, ecosystemen uh, mede beschermen vanwege hun eigen intrinsieke waarde. Uh, dus hun waarde uh, los van uh, nut of, of schadelijkheid uh, voor de mens. Uh, maar ten tweede heeft die, uh, die dedicatie en mijn reden ook uh, ja, persoonlijke uh, motivatie. Daar gaat het om. Uh, ik, ik blijf me verwonderen over. Ja, de ongelooflijke variatie en schoonheid die, uh, die ons in de natuur toch steeds opnieuw weer wordt uh, voorgeschoteld. Ik zat uh, van het weekend uh, gewoon in ons tuintje. De zon die schijnt dan door dat uh, frisse groene lenteblad. En uh, de, de bloeit van alles, de geurt van alles, de zoemt van alles. Uh, en, en, uh, er ging een zo'n zo, zo bonsand oogje even dichtbij in de zon. Zit heel algemeen vlindertje natuurlijk. Yeah. Maar prachtig om te zien. Uh, de zwartkop die zong elke keer weer zo'n stroom van. Uh, van kristalheldere nootjes. En dan denk ik van ja, hoe is het toch mogelijk allemaal? Ja, en daar zitten wij dan middenin. Ja. Ja, precies, mooi. Misschien heb je het al beschreven, maar zou je ons dus mee willen nemen naar jouw favoriete natuur? En wat, wat horen we, wat ruiken we, wat zien we als we met jou in jouw favoriete natuur zijn? Ja, ik kan uh, gelukkig uh, genieten van uh, kleine dingen. Dus uh, ook in Nederland, uh, zoals je hoort, yeah. uh, uh, heb ik genoeg uh, te genieten. Maar voor mijn favoriete natuur gaan we toch naar Afrika. Ik heb ook een uh, aanstelling aan een universiteit in uh, Zuid-Afrika. Dus ik kom daar uh, regelmatig voor mijn werk. En dan ga ik na afloop ook graag uh, de natuur in. En uh, ja, die natuur daar in het Krugerpark uh, en ook bepaalde gebieden in uh, KwaZulu-Natal, die is zo, zo enorm rijk hè? en de en ecosystemen nog, nog relatief intact. Dus met de, de plantenbomen, insecten, uh, kleine zoogdieren, vogels die er thuis horen, maar ook met ja, de vrijwel complete kast aan originele, de originele kast aan grote beesten, zeg maar. Ja. Dus met de zebra's, de buffels, de, de neushoorns, nijlpaarden, olifanten, en ja, je hebt daar plaatsen waar je in je eentje op het strand van de Indische Oceaan loopt. Dat is op zich al niet uh, goed voor te stellen. Ja. En dan zie je met je blote oog bultruggen springen en in het water plonzen, gewoon vanaf het strand. En in het zand zie je dan sporen van zeeschilpadden die daar hun eieren hebben gelegd. Maar ook de sporen van een luipaard die daar s ochtends vroeg nog is, uh, is langsgekomen. En s'nachts lig je dan weer in je tent te luisteren naar zo'n zo overweldigend concert van uh, insecten en uh, padden, kikkers, uh, nachtzwaluwen, uilen. Uh, af en toe uh, hyena's die zingen, leeuwen die brullen en denk ik ja, dit, dit is toch wel uh, heel bijzonder en overweldigend en dat is tegelijkertijd ook relevant voor Europa en Nederland. Want het laat zien wat we hier allemaal missen, hè? Ja, ja. Uh, Ik weet niet of je Mark Argelow uh, wel eens te gast is geweest hier. Zeker. Uh, ik, ja. ik ben nu bezig in het boek uh, Natuuramnesie en ja, niet zo heel lang geleden was het hier natuurlijk ook een soort uh, Krugerpark, maar dan met een Europees uh, tintje, dus met um, Vicente oeros, wilde paarden en elanden in plaats van uh, kudu's, buffels, zebra's en giraffen? En met natuurlijk Europese neushoorns, Europese olifanten en qua roofdieren ja, naast uh, de bekende wolven, beren en linkse uh, ook uh, leeuwen, luipaarden en hyena's. En ja, zonder de, de tussenkomst van onze voorouders uh, ja, zou dat toneelstuk, dat hier uh, honderdduizenden jaren gespeeld heeft, ook hier langs de Rijn, uh, zou nog in volle glorie uh, plaatsvinden. Ja. En daar sta ik ook in, dat is een van de thema's waar ik in mijn werk ook bij stilsta de laatste jaren. Van wat zegt ons dat nu voor de opdracht die we nu hebben, ook juridisch en steeds prominenter, om uh, ja, natuur te herstellen. Ja. En wat is dan een niet beschadigd, een compleet, een functionerend ecosysteem. En uh, nou ja, die kennis over dat rijke verleden die speelt daar natuurlijk een rol bij. Niet dat je terug kan naar hoe het vroeger was, maar het is wel een soort... Um, een soort meetlat uh, waar je naar kunt streven. Zeg maar. Net als dat je bij, bij herstel van rivieren. Ja, de, de ideale herstelde rivier die is niet vervuild, uh, die is vrij, uh, daar heb je je dammen uitgehaald, er liggen alleen nog beverdammen in. Uh, en dat is niet makkelijk om, uh, om bij dat ideaal terecht te komen, maar dat is wel het ideaal waar je uiteindelijk naar streeft. Uh, zeg ja. Maar. ja, om dan gelijk maar even het bruggetje naar Europa te maken. Uh, die verdwenen soorten die staan niet op de habitat- of de vogelrichtlijn. Dus hoe, hoe, hoe moeten we daar dan juridisch een invulling aan geven? Ja, dat is een van de dingen waar je tegenaan loopt. Dat shifting baseline syndroom dat, dat, dat werkt best wel snel. In, in één generatie ben je soms al gewoon uh, kwijt wat eerst normaal gevonden werd. Dat is nu van de maatschappelijke radar ineens verdwenen. Bij de terugkeer van de wolf zie je dat al. Dat is een soort waarvan we weten dat hij hier vroeger voorkwam en hier thuis hoort. Maar toch ja, gaat dat niet vanzelf. En is dat gewoon voor, voor veel mensen gewoon een lastige om te nemen. Om het idee dat wolven hier thuis horen. Dus ja, gaat dan men voorlopig niet over olifanten en leeuwen hebben. Nee. Uh, en, en natuurlijk dat, ja... Die soorten zijn er al een tijdje niet meer en dat zie je dan ook in het recht terugkeren. Dus die verdwijnen van die soortenlijsten en uh, dan is het ook voor het recht en het beleid alsof ze er nooit zijn geweest en hier ook niet thuis horen. En uh, nou ja, daar liggen wat interessante vragen dan. Ja, ja, precies. Ja, dat, uh, misschien komen we er zo nog over te spreken. Laten we gaan inzoomen op het belang van Europa voor, uh, voor onze natuur. Er wordt op dit moment eigenlijk wel aan alle kanten gemorreld aan het natuurbeschermingsrecht, in ieder geval in Europa. Hoe zie jij dat? Moeten we ons zorgen maken? Ja, dat lijkt me wel. Ja, zoals je weet, de, de, de huidige biodiversiteitscrisis, dat is de, de grootste ramp die het leven op aarde treft in vele miljoenen jaren. De oorzaak, dat zijn wij. Dus ja, wat we moeten doen is het verkleinen van onze voetafdruk. En dat gaat niet vanzelf, dus daar heb je het recht voor nodig. We moeten onszelf beheersen. Nou, daar zijn we van nature niet altijd even goed in. Dus die bindende harde grenzen die je dan trekt en zegt, daar gaan we niet overheen, uh, dat is echt cruciaal. En uiteindelijk is dat een kwestie van uh, ja, lijfsbehoud uh, voor de mensheid. Dus je hebt het niet over iets kleins. En daar komt dan nog bij dat we steeds meer benul hebben van um, de enorme intrinsieke eigen waarde van uh, dieren, planten en ecosystemen. Onder meer omdat we steeds meer weten over ja, intelligentie, het gevoelsleven, het bewustzijn van die niet-menselijke uh, medeschepselen, de dieren, maar ook zelfs planten. En ja, dat je solide natuurbeschermingswetgeving hebt, is dus eigenlijk ook simpelweg een kwestie van beschaving. Uh, vergelijk het met uh, samenleven met andere mensen, dat gaat niet altijd vanzelf. Hè? Kijk naar de, de rijdende rechter. Ja. En als buren de, die ruzie hebben, dus met overleg niet uitkomen, dan. Um, dan geldt niet het recht van de sterkste, maar dan, dan geldt het burgerlijk wetboek. En dan zegt meester Frank Visser van uh, dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Nou, net zo met, met andere soorten, hè. die kunnen soms een makkelijke, maar soms ook een lastige buur zijn, denk aan ganzen, uh, bevers, uh, dassen, zwijnen, wolven. En ja, ook daar geldt niet langer het recht van de sterkste, maar het natuurbeschermingsrecht omdat we nu het uitgangspunt hanteren dat ook die dieren, net als de menselijke buren, bestaansrecht hebben en eigen belangen. En dat we ons best moeten doen daar ook zo goed en zo kwaad als dat gaat mee samen te leven. En dat natuurbeschermingsrecht dat trekt dan net als meester Visser ergens een streep en daar zullen we het dan ook mee moeten doen. Kortom, een, een stevig en ambitieus natuurbeschermingsrecht is uh, ja, bepaald geen uh, overbodige luxe. En als daar een uh, ja, depoten daarvan uh, gezaagd wordt op nationaal en Europees niveau, dan, uh, ja, dan lijkt me dat wel een reden tot zorg. Nou ja, ik moest bijvoorbeeld denken aan uh, de commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De, de, een pony van haar is uh, aangevallen door een wolf. Ja. En dat was. Uh, uh, nou, ze zal het misschien niet direct erkennen, maar het was wel ook aanleiding om uh, uh, nou, de, de beschermde status van de Wolf uh, ter discussie te stellen in ieder geval. Uh, dus je ziet dat echt op het zelfs op het allerhoogste politieke niveau, uh, wat jij net beschrijft, eigenlijk, van het recht is de grens, dat daar uh, geen genoegen meegenomen wordt. Dus hoe moeten we daarmee omgaan? Zeg maar? wat, is, wat is een goede houding daarvoor? Ja, dat, dat zijn dus ook wel zorgelijke ontwikkelingen. Dat voorstel wat er nu door de Europese Commissie inderdaad is gedaan om de, de status van de wolf te verlagen van een strikt beschermde naar een meer flexibel beschermde soort. Kijk, er kunnen goede redenen voor zijn, maar onderbouw dat dan goed. Hè? Dus tot nu toe is altijd het uitgangspunt gelukkig geweest dat dit soort besluiten op solide wetenschappelijke gegevens gebaseerd worden. En het zorgelijke is dat dat bij dit voorstel volledig lijkt te ontbreken. Dus de Zwitserland heeft de afgelopen decennia een paar keer voorgesteld onder het verdrag van Bern om de status van de wolf te versoepelen. Want dat moet eerst gebeuren, ook voordat je in de EU onder de habitatrichtlijn die status zou kunnen versoepelen. Dus vandaar dat daar nu de discussie over gaat. En um, daarvan heeft de, heeft de Europese Unie steeds gezegd, de laatste keer in 2022 nog. Uh, dat er geen goede reden is op dit moment, op basis van de gegevens die we hebben over de wolvenpopulatie in Europa en de problemen die daarmee zijn, uh, om die status te gaan versoepelen. Nou, sinds 2022 is er niks schokkends gebeurd, zijn er geen grote nieuwe onderzoeken geweest waaruit blijkt dat de populatie van wolven uh, twee keer zo groot is dan we dachten dat die was, of dat er hele bijzondere problemen zijn die je echt niet kan oplossen zonder een versoepeling. En toch zegt de commissie nu wel ineens: van uh, ja, we zijn nu wel voorstander hiervan. En ja, ik hoop dat dat niet direct met die pony te maken heeft. Maar je gaat er bijna wel uh, in geloven. Het zal meer te maken hebben met, met gewoon de algehele politieke dynamiek. Ja, Frans Timmermans, Frans Timmermans is weg uh, van dat Europese toneel in ieder geval. Dat speelt misschien ook nog mee. Ja, en, en de, de, de kloof al dan niet reëel, al dan niet opgeklopt tussen platteland en uh, stad. Uh, uh, de boerenprotesten, nou ja, dat, dat hele, ja, die hele dynamiek, daar, daar zit dat wolven dossier ook in. Uh, en waarschijnlijk speelt dat allemaal mee. Ja. Jij noemde eerder het Europese natuurbeschermingsrecht heel bijzonder. Neem ons eens mee. Wat is er zo bijzonder eigenlijk aan? Ja, je hebt gewone internationale verdragen, laat ik maar zeggen. Dat zijn binnen de afspraken, maar die zijn vaak lastig uh, afdwingbaar. En wat uh, het Europese recht onder andere bijzonder maakt, is dat je het hebt over harde internationale minimumnormen, die ook uh, relatief goed afdwingbaar zijn bij de rechter. Uh, dus er spelen vier punten op zijn minst. Uh, dus allereerst dat Europese recht dat heeft voorrang boven nationaal recht, dat is echt duidelijk. Dus ook binnen nationale rechtsorders van de lidstaten zoals Nederland en België. Uh, gaat dat Europese recht voor? Uh, ten tweede is het afdwingbaar op Europees niveau. Dus als um, de Europese Commissie van mening is, al dan niet naar aanleiding van een klacht van een NGO. Dat een bepaalde lidstaat zich niet aan de afspraken houdt, dan kan de Europese Commissie een procedure starten die kan eindigen voor het Europese Hof van Justitie. Die kan dan een bindende uitspraak doen en als de lidstaat zich daar niet aan houdt, kan het Hof uh, hoge boetes opleggen. Um, daarnaast, en dat is nog belangrijker, is het Europese recht, inclusief het na Europese natuurbeschermingsrecht, uh, direct. Uh, inroepbaar bij alle nationale rechters in de lidstaten. Dus uh, NGO's, bezorgde burgers, die kunnen een beroep doen op, uh, in dit geval, uh, bepalingen uit de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn. Um, en de rechter zal dat dan direct uh, toepassen op uh, de casus. En uh, ten vierde uh, is er sprake van een, een uniforme uitleg door de Europese rechter, dus het Hof van Justitie in Luxemburg. Dat is uh, de enige instantie die gaat over hoe het recht moet worden uitgelegd en toegepast. En uh, nationale rechters kunnen en moeten soms ook, uh, als ze twijfelen over wat de juiste uitleg is, dat voorleggen aan het Europese Hof. Die doet er dan een uitspraak over. Uh, en dat geldt dan in de hele EU. En uh, tot nu toe heeft dat Europese Hof heel sterk in die uitspraken de nadruk gelegd op de effectiviteit van het natuurbeschermingsrecht. Het Hof kijkt steeds. Wat is de bedoeling geweest? Uh, wat zijn de doelen hiervan? Nou, dat is natuurbescherming, biodiversiteitsbehoud. En in dat licht worden steeds de bepalingen, de verplichtingen en de verboden uh, uitgelegd door het Hof. En dat, nou, dat leidt tot een hele strikte uh, bescherming van soorten en ook van uh, gebieden. Hoe zijn we hier gekomen? Want dit is niet vanzelf ontstaan, denk ik. Ja, dat, is, dat komt voort uit de algehele bezorgdheid. die, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Um, heeft geleid tot veel internationale verdragen. op het gebied van milieu en natuur. En ook binnen de Europese Unie heeft dat zijn weerslag gekregen. Eerst met de vogelrichtlijn in 1979. en daarna de habitatrichtlijn voor de, voor de rest van de natuur. in 1992. Tegelijk met het biodiversiteitsverdrag. Ja. En kun je, kun je ons eens meenemen in, in wat um, die beide richtlijnen, de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, ons gebracht hebben in ja, resultaten voor natuur eigenlijk. Want dat, nou, dat is al een aantal decennia gaande. Dus we, we kunnen als het goed werkt ook uh, resultaat zien buiten. Ja, ja het, het, het is natuurlijk in algehele zin uh, vaak lastig om te zeggen dat de, de trend van een bepaalde soort direct te koppelen is aan um, een bepaald stuk wetgeving. Uh, maar er zijn toch wel allerlei signalen dat um, uh, dat, de, de, dat natuurbeschermingsrecht echt uh, allerlei effecten uh, heeft gehad. Uh, voordat we naar die, die vogel- en habitatrichtlijn gaan, vind ik het ook wel leuk om wat andere relevante EU-wetgeving in het zonnetje te zetten, ja, dat... waar we ook uh, ja, direct van hebben geprofiteerd. Dus zoals regels over water en luchtkwaliteit. Ik kwam een aantal jaar geleden een onderzoek tegen, wat ik ook altijd met mijn studenten bespreek als het gaat over Europees recht. En daaruit blijkt dat um, de gemiddelde levensverwachting van mensen in de EU, in het scenario dat we niet de afgelopen decennia de Europese luchtkwaliteitseisen hadden gehad, die we wel hebben gehad. Die le gemiddelde levensverwachting die zou dan zes jaar lager liggen dan die nu ligt. Zo. Dus dat is echt wel even niet niks. Uh, dus, dus ja, een klein dankjewel aan de Europese Unie voor die extra levensjaren. Dat lijkt dan toch wel uh, op zijn plaats. En uh, dat geldt ook voor de, voor de niet-menselijke natuur, dankzij die uh, minimumnormen die uh, de Vogel- en Habitatrichtlijn uh, voorschrijven. En, en dat vooral doet langs die twee sporen van het soortenbeschermingsrecht aan de ene kant en het gebiedenbeschermingsrecht aan de andere kant. Dat heeft geresulteerd in nationale wettelijke bescherming van, van, van talloze soorten en aanwijzingen en bescherming van de bekende Natura 2000 gebieden. Nou ja, die bescherming die, die is bijzonder en die gaat best ver. Denk aan de bescherming van vogels en andere beschermde dieren. Die geldt overal waar die dieren zich bevinden. Dus of dat nou de vogels in de achtertuin zijn, uh, vleermuizen in de spouwmuur, een wolf in een woonwijk of een wolf op privéterrein, zoals de Hoge Veluwe. Ja. Die bescherming geldt gewoon waar die wolf gaat. Uh, dat is best radicaal. En uh, voor gebiedenbescherming geldt uh, iets vergelijkbaars. Uh, de aanwijzing daarvan, uh, dat heeft het Hof van Justitie ook meerdere keren verduidelijkt en benadrukt, die moet uitsluitend gebeuren op grond van ecologische criteria. Dus als je. Als de vraag er ligt van waar moeten we gebieden voor bepaalde vogels aanwijzen, dan, dan ga je gewoon kijken naar de gegevens die Sovon heeft over waar die vogels zitten. En dat bepaalt wat de meest geschikte gebieden zijn en wat Nederland dus moet aanwijzen. En economische factoren mogen daarbij geen enkele rol spelen. Dus als die vogels in de haven zitten, dan moet de haven het Natura 2000 gebied worden. Um, en de bescherming van die eenmaal aangewezen gebieden, uh, die is ook uh, strikt um, met uh, ja, de bekende. Dat in geval van twijfel of er significante negatieve effecten zullen zijn van een voorgesteld nieuw plan of project, mag dat plan of project niet worden toegestaan. Pas als het zeker is, uh, boven redelijke wetenschappelijke twijfel verheven, uh, dan mag je zoiets toestaan. Nou ja, en in de praktijk heeft dat geleid tot uh, behoorlijke uh, ja, winst voor, voor soorten, voor gebieden. En, een mooi voorbeeld vind ik uh, rond de aanwijzing van gebieden. Uh, dat Nederland aanvankelijk slechts 23 uh, Natura 2000 gebieden voor vogels had geselecteerd, um, de Europese Commissie vond dat veel te weinig. En uh, daar kwam een zaak van bij het Hof van Justitie in 1996. Daar zei het Hof: Dit is inderdaad uh, zwaar onder de maat. De gegevens laten zien dat veel meer gebieden nodig zijn om de betreffende vogels goed te beschermen. En als direct resultaat van die veroordeling door het Hof van Justitie heeft Nederland dat aantal van 23 naar 79 opgehoogd. Okay. Van 300.000 hectare naar een miljoen hectare. En die nieuwe gebieden, daar zitten gebieden tussen als uh, Gelderse Support, Lauwersmeer, de Veluwe, Dus allemaal bepaalt niet niks. Nee. Allemaal direct het gevolg van die Europese uh, wetgeving. Ja. ja. Dus je zou wel kunnen zeggen dat we daar best wel het een en ander aan te danken hebben aan die uh, Europese wetgeving. Ja. Ja, en, en goed, de, de wolf is een ander uh, goed voorbeeld. Hè? Dus uh, stel je eens voor dat de vraag of de wolf strikt beschermd zou worden in Nederland en België, of dat hij überhaupt welkom zou zijn, puur. Uh, een, een vrije nationale keuze was geweest. Daar gaat het parlement over praten en dan gaan we samen besluiten over nemen. Nou, zeg het maar. Ik denk, denk ik dat het <laughs> nee, <laughs> nee. er wel wat anders had uh, uitgezien. En nu waren die vragen al beantwoord op Europees niveau. En daar hadden België en Nederland zich gewoon aan te houden. De wolf is welkom en hij is beschermd. Ja. En uh, je gaat er gebieden voor aanwijzen. Um, dus nou ja, dat, dat elke keer als je scenario's gaat vergelijken zonder dat Europese recht. Uh, met het scenario dat we dat wel hebben, dan uh, komt daar een grote toegevoegde waarde uit. Een andere beroemde zaak is uh, de Waddenzeezaak destijds over uh, mechanische kokkelvisserij, waarin het Hof van Justitie uh, het voorzorgsbeginsel uh, expliciet. Aanvoerde ter, uh, ter onderbouwing van hoe je uh, moet omgaan met het toestaan van nieuwe projecten, waar ik het net al even over had. Dus dat hele strikte criterium van de overheid die iets wil toestaan, moet echt uh, heel goed zelf bewijzen dat die negatieve effecten er niet zijn en anders mag je dat niet toestaan. Dat werd in die Waddenzeezaak uh, verhelderd. Het directe gevolg daarvan was dat. Uh, mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee werd beëindigd. Uh, maar die uitspraak was vooral van belang omdat het uh, eindeloos veel andere zaken uh, heeft beïnvloed. Dus uh, het heeft een groot preventief effect natuurlijk. Dus als je eenmaal weet hoe, hoe dat voorzorgsbeginsel werkt in die context, nou ja, dan, dan, dan is van een heleboel projecten al duidelijk dat je die niet eens hoeft voor te stellen of te vergunnen, want dan wordt het uh, toch uh, teruggefloten bij de rechter. Ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel plannen waar uh, wel een vergunning voor is verleend en die dan. Bij de rechter alsnog uh, zijn afgeserveerd van vakantieparken, campings, uh, wateronttrekking, concerten en evenementen in de natuur. Eindeloos veel, uh, veel uh, casussen. En ook in het buitenland, allerlei plekken waar we graag op vakantie gaan. Er zijn uh, snelwegen, skipistes, hotels, allemaal niet in die mooie gebieden aangelegd vanwege die, uh, die regels. Ja, ja. Nou, wordt er in Nederland ook wel uh, af en toe gezegd dat uh, de habitatrichtlijn behoorlijk strikt is. Zo strikt dat er eigenlijk niks. Tussen aanhalingstekens, niks meer kan. Dat hoor je bijvoorbeeld in de, in de stikstofdiscussie. Nou heeft Frans Vera in een eerdere aflevering in deze podcast al eens uitgelegd. dat dat komt eigenlijk door de Nederlandse uh, interpretatie van die habitatrichtlijn. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, er zijn inderdaad wel verschillen in de manier waarop verschillende lidstaten uh, het recht toepassen. En dat kan een invloed hebben op hoeveel uh, activiteiten je uiteindelijk gaat toestaan. Bij de Nederlandse benadering, dat heeft Frans Vera denk ik goed uitgelegd. is er heel vaak gezocht naar allerlei ruimte voor ontwikkelingen. door sommetjes te maken en te schuiven met de rol van gebied A versus gebied B. Waardoor je toch dingen kunt toestaan die, als je puur op gebiedsniveau kijkt. een negatief effect hebben. En daarvan zou ik zeggen dat je inderdaad op grond van het Europees recht. zoals uitgelegd in het licht van de doelen ervan. Dat je ook op gebiedsniveau uh, in principe gewoon moet zorgen dat daar de natuur waar je dat gebied voor hebt aangewezen niet achteruit gaat. Yeah. Maar het belangrijkste uh, in de hele discussie van, van Nederland uh, op slot uh, kan niks of althans weinig meer. Uh, dat is, uh, ja, dat wil ik hier toch wel graag benadrukken, vooral het gevolg van het uh, decennia lang verwaarlozen van juridisch huiswerk. Uh, nou, hoe beter de natuur het doet, hoe meer ruimte er is voor economische activiteit en andersom. En er is echt ja, ontelbare keren voor uh, gewaarschuwd dat als je niet de nodige maatregelen neemt om de natuur effectief te beschermen en te herstellen, dat dat er uiteindelijk toe leidt dat je steeds moeilijker uh, vergunningen voor economische activiteiten zult kunnen verlenen. Nou, die waarschuwingen uh, die zijn steeds genegeerd en de huidige situatie is het uh, werkelijk zeer voorspelbare gevolg daarvan. Ja. En allereerst moet je je daar dus niet al te, te verbaasd of verontwaardigd over doen. Want dit zagen we echt met z'n allen uit de verte aankomen. De oplossing blijft ook hetzelfde: ambitieus natuurherstel, meer ruimte, uh, natuurgebieden verbinden, de hydrologie op orde brengen, vervuiling uh, wegnemen. Als dat eenmaal goed op gang is, dan kan er weer van alles op economisch vlak. Uh, die. Uh, die Europese Natuurherstelwet die zou ook een prachtig middel zijn geweest om uh, dat broodnodige natuurherstel eindelijk in gang te zetten. Uh, maar het wet, wetsvoorstel dat is eerst uh, grondig uh, gesloopt en afgezwakt en daarna in een diepe la weggestopt. Uh, we moeten maar kijken hoe dat verder uh, gaat. Ja, dus als je een tijdje in dit dossier verdiept, dan moet je soms wel een beetje je best doen om niet uh, enigszins uh, mismoedig uh, te worden. Uh, een vergelijking die ik zelf erg goed vond, uh, die onlangs voorbij kwam, uh, die uh, Sander Turnhout in het zonnetje zetten, dat is uh, kiespijn en de tandarts. Dus stel je hebt, je hebt kiespijn, die wordt steeds erger, uh, de, die, die, die rotte geur uit je mond, uh, die, uh, die wordt steeds uh, penetranter, maar je wilt niet naar de tandarts, want je bent bang voor de pijn van de ingreep. Ja, zolang je dat tandartsbezoek blijft uitstellen, uh, gaat die kiespijn en die rot in je mond uh, echt niet weg. Het gaat niet vanzelf zich oplossen, het wordt alleen maar erger. Uh, dus ja, als je wel verwacht dat het zich vanzelf opnoemt, ja, dat is toch wel naïef, zo niet uh, oliedom te noemen. Maar ja. dat is helaas toch echt uh, al vele jaren het uh, beleid van onze overheid. Ja, een cynicus zou ik zou kunnen zeggen: bijvoorbeeld rond het, ja, het gerommel rond de Natuurherstelwet. Uh, hoe betrouwbaar zijn onze politici nog eigenlijk? Want uh, het, de, dat was niet vrij, het staaltje, uh, nou ja. Een politieke konkel, wat daar uh, vertoond werd. Nou, in, in de, de komen verkiezingen aan. Uh, wat verwacht jij? Speelt dat een rol? Ja. Het, ja, dit zijn behoorlijk diepe vragen. Een overheid, het gaat steeds over de rechtsstaat. Ja, dat is het basale idee dat men zich aan het recht houdt. En uh, de overheid zelf moet daar natuurlijk het allerbeste voorbeeld geven. Ja. Maar daar gaat het keer op keer bij het natuurbeschermingsrecht ook uh, elke keer fout. Dat de overheid zelf zich niet aan het recht houdt. En actief, continu probeert uh, manieren te vinden om toch het recht niet effectief toe te passen, te omzeilen, buitenspel te zetten, uh, noem het maar op. Ja, natuurjuristen en anderen kunnen denk ik het woord geitenpaadje echt niet meer horen. Nee, dat, uh, dat geloof ik inderdaad. Ja. ja, dat is zo heel vaak uh, toegepast. Je zou kunnen zeggen, we hebben ondanks alle wetten, al het natuurrecht wat er is in Europa, zien we nog steeds op ons continent natuur achteruit gaan. Dat doet misschien wel de vraag rijzen, doen we wel genoeg? Ja, ja daar, daar kun je heel veel over zeggen. Ik denk dat ik het bij, bij, bij twee of drie uh, houd. Uh, ten eerste, een belangrijk punt, zonder dat Europese recht. Zou de situatie er nog veel beroerder voor staan? Dus, dus als, als achter die vraag ook zit: van ja, het is allemaal mooi dat, dat dat recht, inclusief dat Europese recht, maar wat hebben we eraan? Want de natuur blijft toch achteruit hollen. Tenminste, als je naar veel soorten en, en habitats kijkt, dan gaat ook van alles goed natuurlijk. Ja, dan zou de situatie zonder het Europese recht nog een stuk beroerder zijn. Er zijn ook echt gedegen wetenschappelijke studies van. die, die vergelijken hoe, hoe bepaalde vogelsoorten het doen in EU-lidstaten. vergeleken met buurlanden die niet uh, die vogelrichtlijn. Uh, als onderdeel van hun recht hebben. En daar zie je gewoon een significant verschil. Dus dat die vogelrichtlijn helpt. Nou, een van de dingen die hier ook. Speelt bij de vraag van doen we genoeg en, en werkt het recht wel, is dat die, die dat Europese recht was bedoeld om een bepaald minimum aan te geven. Het zijn minimumnormen waar we ons in elk geval allemaal aan gaan houden, met de gedachte dat elke lidstaat nationaal nog allerlei andere dingen daarbovenop zal doen. Als je die minimumnorm gaat bekijken als een maximumnorm, ja, dan, dan kom je er niet. En nee. dat is wat ook de laatste uh, jaren of de laatste kabinetten. Uh, gewoon expliciet gebeurt. Dat er wordt gezegd: van wat moeten we doen van Europa? Nou, dan gaan we precies dat doen, maar ook niets meer. Uh, ja, dan kom je er ook niet. Nee. Maar het, uh, het belangrijkste, waarschijnlijk, het derde punt is dat er gewoon, ja, inderdaad, nog steeds heel erg veel gebeurt dat in strijd is met de geldende regels, wat we net ook al uh, zeiden. En in dat opzicht doen we zeker niet genoeg. De overheid zelf laat echt enorme steken vallen als het gaat om de toepassing en handhaving van het natuurbeschermingsrecht, zowel onbewust als bewust. Naast een heleboel goede dingen die er gebeuren, ja. dat wil ik ook echt wel gezegd hebben. Ja, dan gaat het om het om het nalaten van maatregelen die verplicht zijn, het gedogen van praktijken die zouden moeten worden beëindigd, het toestaan van nieuwe activiteiten die niet toegestaan zouden mogen worden. Uh, en het recht praten van uh, wat uh, krom is. Uh, dan dan uh, zitten we weer bij de geitenpraatjes. Ja, nou, nou zeg ik het ook niet meer. Ja, ja, ja. <laughs> en, het, en het is steeds hetzelfde liedje. Of het nou gaat om stikstof, om, om uh, pesticiden, om het waterbeheer, uh, verstoring door recreatie. of het schrappen van uh, robuuste verbindingen tussen natuurgebieden. En mijn uh, voorganger, uh, hoogleraar uh, natuurbeschermingsrecht uh, in Tilburg, Kees Bastmeijer, die uh, heeft in zijn afscheidsreden. Laten zien dat het bij het negeren van dat eigen natuurbeschermingsrecht door de overheid gaat om een uh, wijdverbreid en structureel uh, probleem. En de veelzeggende titel van uh, zijn reden was: uh, Grenzen aan geknoei. Kijk, het is uh, de moeite waard om nog eens uh, na te lezen. Ja, en uh, dus nee, we doen uh, tot nu toe bij lange na niet genoeg om uh, de oorlog te winnen, om even militaire termen te gebruiken. Ja, precies. Uh, om die crisis te omschrijven, maar er zijn wel. Vele veldslagen gewonnen die zonder dat Europese natuurbeschermingsrecht waarschijnlijk verloren waren gegaan. Ja. En zijn er, zijn er lidstaten die het uh, in dat opzicht beter doen? Waarvan je zou kunnen zeggen: van nou, neem eens een voorbeeld aan. Of, of is het overal. Uh... Dat vind ik een lastige vraag. Um... Ik denk dat het overal een beetje op en neer gaat. Uh, je hebt natuurlijk elke vier jaar ook weer een andere regering in elke lidstaat. En dan waait er weer een andere wind voor natuur. Dus er zijn, zijn trends en het gaat op en neer. In een eerdere aflevering was Jessica den Autor te gast. Zij pleit voor rechten voor de natuur. Naast uiteraard de juridische bescherming die een deel van de natuur nu al heeft. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, ik moet toegeven dat ik die ontwikkeling eh, best wel een tijdje heb genegeerd. Of een beetje uh, ja, weggeduwd. Van een soort modeverschijnsel dat wel weer uh, voorbij uh, zou gaan. Ik verwachtte er, denk ik eerlijk gezegd, niet al te veel van. Uh, vond het maar een beetje de aandacht afleiden van de noodzaak. om inderdaad het bestaande natuurbeschermingsrecht. Uh, dat op zich best prima is, uh, beter toe te passen. Uh, misschien komt het ook. Een beetje omdat ik op zichzelf niet zoveel op heb met het concept van rechten. Misschien klinkt dat een beetje vreemd voor een jurist, maar. Ja, leg uit. Ik heb in principe meer op met plichten dan met uh, rechten. Als je de nadruk legt op plichten, uh, je kan het ook verantwoordelijkheden noemen of uh, deugden. Uh, dus als je de nadruk legt op plichten, dan, dan ben je als mens, als burger, vooral bezig met de vraag van doe ik het wel goed? Um, Ligt de nadruk op rechten, dan ben je vooral bezig met de vraag of een ander het goed doet. Uh, en of die niet jouw rechten schendt, inderdaad. Ja. Of jij niet een slachtoffer bent ergens van. Uh, oftewel, in het plichtenmodel ben je kritisch op jezelf uh, en geneigd excuses aan te bieden. En in het rechtenmodel ben je kritisch op de ander en geneigd excuses te eisen. Nou ja, dan, dan voel je zelf waarschijnlijk wel aan wat mijn gedachten zijn over welk maatschappijmodel sneller leidt tot een gezelliger uh, samenleving. Maar goed, die, die, die filosofische discussie uh, terzijde, als je toch een maatschappij hebt die veel nadruk legt op, legt op rechten, en die hebben we natuurlijk, uh, dan is het helemaal niet gek om behalve aan mensen en bedrijven ook rechten toe te kennen aan uh, natuur. Um, en de Amerikaanse president Nixon, die zei het in de jaren zeventig al uh, prachtig. Uh, die zei: Wild things and wild places have a higher right to exist, not granted them by man and not his to take away. En daar, daar zie je dus parallellen met uh, de, de mensenrechten, zoals we daar in onze maatschappij al een tijdje tegen aankijken. En inmiddels ben ik het wel met uh, Jessica Den Outer en anderen eens dat, dat uh, het wettelijk toekennen uh, of erkennen. Het is maar hoe je het bekijkt. Waren die rechten er al en hebben we ze nog niet ontdekt? Of. of Creëren wij die rechten, maar goed, dat terzijde. Als je dat in het recht vastlegt, dan kan dat denk ik wel flinke voordelen hebben. Alleen al de, de symbolische waarde van het toekennen of erkennen van rechten aan natuur is denk ik heel groot. En zou kunnen bijdragen aan een breder uh, besef dat onze niet-menselijke buren net zo goed een eigen waarde hebben, een eigen belangen uh, en bestaansrecht. En uh, daarnaast zou het toekennen van rechten natuurlijk kunnen leiden tot een betere vertegenwoordiging van die uh, rechten en van die belangen uh, in het beleid, in wetgeving uh, en bij de rechter. Um, dus ik, ik zie zeker um, ja, uh, dat, 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 dat het wel de moeite waard is om die, om die ontwikkeling serieus te proberen uh, verder te brengen, ook in uh, Europa. Tegelijkertijd zijn er wel uh, belangrijke vragen. Hè. Dus, uh, de, bijvoorbeeld waar precies, er, of, of waar precies ken je die rechten aan toe? Gaat het om de natuur als geheel? Gaat het om specifieke gebieden? Uh, of, of heb je het over individuele bomen, vogels, uh, vlinders? Ja. Um, ik denk dat het daar verstandiger en werkbaarder zou zijn om... om aan collectieve uh, rechten toe te kennen en niet aan individuele uh, organismen. Maar goed, dat is dus een discussie op zich. Ja. Een tweede punt is: ja, wat gebeurt er als rechten van de natuur botsen met rechten van mensen of of, of een ander algemeen belang? Net als bij mensenrechten zul je daar gewoon uh, ja een, een heel systeem moeten opbouwen van hoe ga je daarmee om? En, en van die details zal natuurlijk afhangen hoeveel het in de praktijk gaat toevoegen aan ja. de huidige bescherming van uh, natuur. En het uh, en, en derde punt is uh, in het verlengde daarvan: van hoe laat je die nieuw erkende rechten dan aansluiten op het bestaande natuurbeschermingsrecht? Maar er zitten allerlei hele diepe vragen. Hoe zit het met eigendomsrecht bijvoorbeeld? We kennen nu eigendomsrechten van mensen, maar heeft een wolf eigendomsrechten op zijn voortplantingsplaats of zelfs op het hele territorium? Hoe gaan we daarover denken? Uh, ja, het is hoe dan ook, uh, zeer interessant. Ja. Het is alleen de vraag van hoe ga je dit praktisch vastleggen en uh, vormgeven en hoe gaat het bijdragen aan het oplossen van de biodiversiteitscrisis. Daar ben ik het meest in geïnteresseerd als uh, natuurbeschermingsjurist. Ja, want je zou, wat bij mij uh, bovenkomt drijven, is ook van, ja, we hebben nu wel echt alle... Uh, de tijd is kostbaar, zeg maar. We kunnen niet nog uh, 15 jaar met elkaar gaan bakkeleien over uh, hoe dan wat dan. Uh, en ondertussen die tijd laat, ja, door onze vingers laten glippen eigenlijk. We moeten... Alle hens aan de dek, we moeten aan ja. de slag. En daar hebben we dat bestaande natuurbeschermingsrecht natuurlijk heel hard voor nodig. Zeker. Uh, en dat moeten we niet vergeten, denk ik. Nee, en, en dat heeft te maken met mijn, die eerste aarzeling die ik noemde. Van, gaat dit niet weer afleiden? En gaat dan niet iedereen ook wellicht actoren die niet al te veel met natuurbescherming op hebben, zeggen van ja, laten we eerst dit, dit eens rustig gaan onderzoeken ja. en kijken of, of we hier een nieuwe wet van kunnen maken. Tijd kopen. Ja, exact. Eerst meer onderzoek, eerst meer gesprekken. Terwijl er nu uh, natuurbeschermingsrecht ligt dat, dat uh, echt in mijn optiek het probleem zo'n beetje zou oplossen als je het consequent zou toepassen. Dus het gaat echt om de toepassing in de praktijk van het recht. En gaat dat beter worden met rechten voor de natuur in de wet? Nou ja, als dat zo is, uh, dan ben ik ervoor. Ja. Dus als het inderdaad de vertegenwoordiging van de natuur bij de rechter bijvoorbeeld gaat verbeteren, uh, dan, dan zou dat een grote stap vooruit betekenen. Want nu is het natuurlijk vaak zo dat uh, of de natuur, of er voor de natuur opgekomen wordt bij de rechter in een bepaald dossier, hangt vaak af of er een NGO is met capaciteit. En, en tijd en energie en expertise... om daar een rechtszaak van te gaan maken. Maar voor elke keer dat een NGO dat doet... gaan er misschien 99 voorbij. Zonder dat ja. daar iemand... Uh, de hand opsteekt en zegt van ho ho. Dus als er, een, uh, weet ik het... een overheidsorgaan zou zijn... dat als enige uh, taak heeft... Opkomen voor de belangen van al die stemloze uh, dieren, planten, ecosystemen. En dat zou leiden tot veel meer rechtszaken bijvoorbeeld. Of kritischer kijken naar nieuwe wetgeving. Kritischer kijken naar vergunningen. Dan is dat een enorme plus. Maar ik denk dat daar de winst gezocht moet worden. Ja, helder. Even terug naar Europa. Ursula uh, von der Leyen is groot voorstander ervan dat uh, Oekraïne uh, op termijn, er wordt geen tijd aangegeven, maar op termijn ook lid wordt van de Europese Unie. Stel dat dat uh, ergens in de toekomst gaat gebeuren. Kun jij een, een, uh, een prognose doen? Wat, wat verwacht jij wat dat voor gevolgen gaat hebben voor uh, het natuurbeschermingsrecht in Europa? Ja, dat is inderdaad wat moeilijk te voorspellen. Uh, Oekraïne is een, is een belangrijk groot landbouwland. Dus uh, daar zal waarschijnlijk uh, de, de, de meeste uh, beweging zitten als die, er, als die er komt. Voor de natuur in. Uh, Oekraïne zelf, uh, denk ik dat het zal verschillen. Uh, dus op zich, de, de, de wettelijke natuurbescherming van soorten en gebieden in Oekraïne uh, zal er waarschijnlijk op vooruit gaan. Uh, datzelfde zal uh, waarschijnlijk gelden voor luchtkwaliteit, waterkwaliteit, uh, afvalverwerking, uh, waar dan allemaal de, de strenge Europese regels gaan gelden. Uh, maar voor landbouw en de biodiversiteit in landbouwgebied. Is, is, de, uh, is het bepaald niet uh, zeker dat toetreding tot de EU de natuur daar, uh, uh, daarvoor voordelen gaat uitpakken. Omdat ja, als het gemeenschappelijk landbouwbeleid blijft zoals het nu uh, is en geweest is uh, de afgelopen tijd. Dan, uh, dan zie je gewoon dat er heel veel subsidie gaat naar intensivering van landbouw. En manieren van landbouwbedrijven die niet uh, goed is voor natuur. Om het maar simpel uh, te zeggen. Dus uh, ja, het zal een beetje per... Um, Per beleidsterrein uh, verschillen, denk ik. Ja, en uh, ja, de potgeld uh, zal dan ook met Oekraïne uh, gedeeld moeten worden. Dus dat is nog een ander effect van de mogelijke toetreding. Ja, precies. Dus uh, daar zijn nog wel wat hobbels te nemen, om het maar eens even zo te zeggen. We zijn uh, aangekomen bij een vast onderdeel van de podcast, namelijk de leestip voor de luisteraars. Wil je ons verblijden met jouw leestip? Ja, dat is uh, het boek The Deadly Balance, Predators and People in a Crowded World. Uh, dus het gaat over de uitdaging uh, wereldwijd om samen te leven met uh, allerlei uh, grote roofdieren zoals uh, leeuwen, tijgers, uh, krokodillen, beren. Uh, dat is geschreven door uh, Adam Hart, dat is een uh, hoogleraar uh, wetenschapscommunicatie en een bioloog uit uh, Engeland. En dat boek laat zien dat het momenteel vooral de armste mensen zijn in Afrika en Azië die de hoogste prijs betalen voor het uh, voortbestaan van grote roofdieren op onze planeet. En ja, dat boek staat bol van, van behoorlijk gruwelijke verhalen. Uh, ook vandaag de dag wonen er uh, mensen op het platteland in uh, Tanzania die zelfs in hun eigen huis niet veilig zijn voor leeuwen. Dat zijn ja, vrij gammele optrekjes met rieten daken. En het komt gewoon regelmatig voor dat een leeuw iemand tijdens zijn slaap uh, komt uh, verschalken. Dus, dus, dus probeer je als uh, Europeaan eens voor te stellen hoe dat voelt als je dan in bed ligt. Dat kunnen wij gewoon niet. Nee. Uh, en, en schakel dan eens door naar de wolven discussie in Nederland en België. Want die twee dingen hebben alles met elkaar te maken. Dat is ook een van de redenen dat ik dit boek uh, er uh, vandaag uh, bij haal. Dus als wij van die uh, mensen in Tanzania en mensen elders... Uh, verwachten dat ze blijven samenleven met zo'n soort als de leeuw. Omdat wij zo graag willen dat de koning der dieren in het wild blijft voortbestaan. Maar dan wel lekker ver weg. weg ver weg, ja. Ja, dan is het wel enigszins problematisch om tegelijkertijd te beweren... dat het voor ons in de steenrijke lage landen... Niet goed mogelijk of niet passend zou zijn om samen te leven met een soort als de wolf. Die echt veel minder gevaarlijk en problematisch is dan, dan zo'n leeuw of, of een tijger. Um, dus dit boek is zo eigenlijk één illustratie van wat uh, hopelijk als een rode draad uit dit uh, gesprek naar voren komt. Namelijk het belang van het grote plaatje, de big picture. De dingen zijn niet simpel, maar in de praktijk is er zo'n sterke neiging, uh, verleiding om op elk dossier. Alleen maar in te zoomen op één of twee concrete deelbelangen en dan snel conclusies te trekken. Ja. Um, en die neiging tot tunnelvisie, ja, die leidt tot een, een, een scheve en incomplete kijk op de werkelijkheid. Die is echt uh, heel hardnekkig. Dus dan, dan zijn dit soort boeken nuttig lees voor om de horizon af, af en toe eens wat te verbreden. Ja, nou dankjewel. The Deadly Balance. Uh, we zetten de titel ook in de beschrijving van de podcast-aflevering. Als jij. Nou, één ding aan het natuurbeleid in de lage landen zou mogen veranderen. Wat zou dat zijn? Simpelweg, en dan simpelweg tussen aanhalingstekens, eh, dat het bestaande natuurbeschermingsrecht, dus het geheel van internationale verdragen, de Europese regelgeving en de nationale natuurbeschermingswetgeving, dat die vanaf nu door de overheid consequent wordt uitgevoerd, nageleefd en zo vaak als nodig toegelicht en eh, verdedigd. Dus uitleggen waarom die wetgeving er ook alweer is. Dat het een kwestie is van lijfsbehoud in de lange termijn op het allerhoogste niveau. Dat het gaat om de, de, de belangen en de waarden van al die andere uh, schepselen waarmee we de, de aardbodem delen of zouden moeten delen. Um, en niet zeggen dat we de natuur beschermen omdat het moet van Brussel. Dat absolute dodelijke antwoord wat ja. je toch elke keer weer uh, hoort. Als dat gebeurt, dan zijn we grotendeels uit de brand. Kijk. Nou, dat is een, een mooi perspectief, uh, Ari, wat je hier ons uh, schetst. Uh, ten slotte, de verkiezingen voor het Europese parlement komen eraan. In Nederland op 6 juni, in België en de andere lidstaat op uh, 9 juni. Nou, weet ik dat jij de toekomst niet kunt voorspellen, mm. net zo min als ik. Maar kun je ons uh, misschien ten slotte iets zeggen over welke gevolgen je verwacht? Bij, nou, er zijn denk ik een paar verschillende verkiezingsuitslagen mogelijk. Bijvoorbeeld dat extreem rechts, sterk wint, of juist dat uh, Zeg maar, de Europese Volkspartij uh, uh, stevig in het zadel zit en blijft zitten. Kun je ons eens schetsen wat dat voor consequenties zou kunnen hebben voor uh, natuurbescherming in Europa? Ja, in, in die scenario's die je schetst, uh, is dat waarschijnlijk geen goed nieuws voor uh, natuur in Europa, want het is onder, onder invloed van, van die. Um uh, partijen dat het uh, natuurbeschermingsrecht en milieurecht in, in de breedte uh, zo ontzettend onder vuur ligt uh, de laatste jaren. Uh, en ik ga geen, geen stemadvies geven, maar ja, net als op nationaal niveau in Nederland en België zijn er op Europees niveau uh, partijen en coalities die, die meer en partijen die minder prioriteit aan natuurbescherming geven. En um, ja, zoals in dit gesprek hopelijk uh, duidelijk is geworden, staat er bij de Europese verkiezingen voor de natuur echt heel erg veel op het spel. Want die Europese bescherming die is echt uh, doorslaggevend. Uh, zeker uh, op momenten dat, dat uh, lidstaten het op nationaal niveau laten afweten. Dan ja. is dat Europese recht het enige wat je nog hebt. Ja. En als dat ook afgezwakt en verwaterd gaat worden, dan zijn we echt heel ver van huis. Precies. Oftewel, ga vooral stemmen. Juist. Precies. Arie, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. Dank je wel. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 60 van Toekomst voor Natuur. We zijn benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat het ons weten. Je kunt ons bereiken via sociale media. En je kunt onze mailtje sturen via Vlinderstichting.nl. De volgende aflevering verschijnt over één week, op zaterdag 25 mei. En die staat in het teken van het rijke leven rond sloten en watergangen. Die zijn nogal veel te vinden in de Lage Landen, zoals jullie weten. En ik ga erover spreken met Kas Heikens en Bram Geers. Beiden zijn ecologen, ze hebben veel kennis over waternatuur en waterkwaliteit. En we gaan het ook hebben over snorren. Tot de volgende!